Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag de gerehabiliteerde vierde etage noord van het beddenhuis in gebruik genomen. Deze etage is ten behoeve van de afdeling neurologie en was onderdeel van het project Rehabilitatie Beddenhuis AZP. Lindy Liaukifa, medisch directeur van het AZP, zegt dat dit een stap is om de zorg aan de gemeenschap te verbeteren. Elke stap vooruit, every step forward, means a better care to the samenleving. Elke stap vooruit wil zeggen een stap naar betere en prettige zorgomgeving voor onze verpleegkundigen, medici en in het bijzonder onze patiënten. Het Academisch Ziekenhuis is het vlaggenschip van onze tweede en derde lijn zorg met diverse maatschappelijke functies en vervult elke dag een immense taak om te voldoen aan het leveren van de kwaliteit van zorg. We zijn verantwoordelijk voor 60% van de totale ziekenhuiszorg en 80% van de intensieve zorg. Vandaag zijn we hier voor de opening van de vierde etage Noord en met behoefte van de afdeling neurologie. Na elke oplevering zijn de reacties van de patiënten en bezoekers heel positief. Maar ook onze medici en verpleegkundigen zijn meer dan ooit gedreven en gemotiveerd om goede zorg te leveren. De rehabilitatie is mogelijk gemaakt door de OPEC Fund for International Development. Deze organisatie heeft nog een overeenkomst getekend met de overheid voor verdere verbetering van het AZP. Yesterday we signed a loan agreement to have more equipment in the hospital. This equipment is not only for these wards, but also for the ICU, the operating theater, and for all the new sterilization units which we haven't had yet. So that will also be new in the hospital, central sterilization unit. And yesterday we also signed a new loan for ICT, so it will be upgraded, so patient data management system and a laboratory information system. This will also be new for the hospital. Deze laatste mogelijkheden liggen vooral in het verlengde van de overgebouwprojecten die ook gefinancierd worden door OVID. En die hebben dus te maken met het nieuwbouw van het operatiecomplex met de centrale sterilisatie unit en de nieuwbouw intensive care, waarmee het aantal ICU-bedden ook uitgebreid kan worden. U zag dus Lindy Liaukifa, medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, vandaag bij de openstelling van de gerehabiliteerde vierde etage Noord. Liaukifa zegt dat het AZP binnen een jaar zal beschikken over goede en nette faciliteiten.